In Duitsland heet het meubelfreubel. Guten Tag. In Frankrijk, vreubelen du meuble. Bonjour. In Nederland heet het gewoon meubelfreubelen. Hallo. Een spelletje met meubels. Wat heb je nodig? Een kamer vol meubels. En verder twee spelers. Het spel is simpel. Inspecteer de kamer heel nauwkeurig. Onthoud precies waar alle meubels staan. Eén speler verlaat de kamer. Hij is de rader. De ander is de schuiver. Hij verschuift één meubel een heel klein stukje. Dan mag de rader weer terugkomen. Hij mag één keer raden welk meubel is verschoven. Heeft hij het fout, dan moet hij nog een keer de gang op. De schuiver schuift het meubel dan nog een klein stukje verder. De rader mag weer raden. Zo gaat het verder tot de rader het goed heeft. Dan draai je de rollen om. Wie heeft de minste beurten nodig om het te raden? Geen stoelen en banken verschuiven als er net iemand op wil gaan zitten. Meubelfreubelen in een meubelzaak is geheel op eigen risico.